Hi dames en heren, leuk dat jullie kijken naar de 7e aflevering van Wat eet ik vandaag? Nou, vandaag zijn we in Rotterdam West en we gaan even kijken wat wij allemaal krijgen in Rotterdam West. Nou, deze aflevering is in een nieuw jasje. De maand Ramadan gaat om het geven en nemen. We gaan in ieder geval heel veel geven door middel van een Ramadan quiz. We gaan kijken wat we vandaag allemaal gaan krijgen. Nou, wij zijn een groep van 4 vrienden en collega's van elkaar. En we zijn de organisatie gestart, genaamd For Touch. En daarbij zijn we meer gericht op media en entertainment, waarbij we ook opdrachten doen voor de gemeente. En daarnaast willen we ook workshops houden. Maar op dit moment zijn we echt bezig met videoclips. En nu het ook de Ramadan is, willen we ook videoclips maken over de Ramadan. Dus wat houdt de Ramadan in? Wat weten de mensen hierover? En op die manier willen we kijken wat de meeste mensen daarover weten. De groep wil via muziek, theater en sketches vooral jongeren inspireren en motiveren. En daarom zijn ze sinds kort een samenwerking aangegaan met de gebiedscommissie van Rotterdam-Noord. Om de straat op te gaan en daar het gesprek aan te gaan met de mensen. Waarom is de Ramadan zo speciaal? A. Eerste moskee is opgebouwd. 2. Koran is geopenbaard. C. Er mag niet gegeten worden, maar wel gedronken. D. Er mag wel gegeten worden, maar niet gedronken. Nee, er mag niet gegeten en gedronken worden. Ja, maar dat was niet het antwoord. Oh. B was de Koran geopenbaard, maar de antwoord... Oh, ja, oh ja. Wanneer? Ja. Nee, dan okay. Snap ik het. En dan ineens, midden in de opname, komt er een fan aangelopen. De jongens zijn erg populair met hun filmpjes op YouTube. Zo scoorden ze onder andere een enorme hit met het lied Praat Marokkaans met me. Hij is lief. En ja, het is gewoon leuke muziek. Oké. En wat vind je het leukste nummer? Praat Marokkaans met me. Hij heeft het voor mij gemaakt en ze heeft het vandaag gebracht. Ze heeft het gezien via een Snapchat video waar we waren. Ze is ons komen opzoeken, super lief. Jij en ik kunnen genieten van de zomerdagen op een strand met de kameel. Wij vinden het belangrijk dat mensen ook een andere inkijk krijgen over de Ramadan. Want je hebt ook genoeg mensen die er een heel slecht beeld bij hebben. Terwijl het iets heel moois is. Dus dat is eigenlijk ons doel, om de kloof een klein beetje te dichten. En lukt dat, denk je? Ik denk het wel. We zijn bij heel veel Nederlandse mensen, Surinaamse mensen geweest van alles. Niet alleen Marokkanen. En de ene die snapt het pas echt na een gesprek die we hebben gevoerd. En dat is toch wel een klein stukje begrip dat je toont voor een ander. En dat is voor ons wel heel belangrijk. Ja. Maar wij verbreken ons vast met een dadel. Met een dadel? Met een dadel, ja. Oh ja, dat weet ik allemaal niet. Ik ben niet islamitisch. Ja, nee. Maar... Ik ben katholiek. Als we het hebben over dat de heren langs de deuren gaan, voor een beetje bewustwording en ook een beetje een brug te slaan, hè, door kennis te delen. Wat vindt u van dat idee? Ja, ik vind het een heel goed idee, want ik vind toch dat mensen meer geïnteresseerd moeten zijn in de medemens, want er zijn hier best in Rotterdam veel islamitische mensen. Bedankt in ieder geval voor het kijken, dames en heren, naar de 7e aflevering. Niet vergeten te liken en te abonneren. Laat je vooral horen in de reactie hier beneden. En dan komen wij langs.